Het RTL 4 Nieuws met Loretta Schrijver. Goedenavond. De vervoersbonden FNV en CNV moeten terug naar de onderhandelingstafel. Dat zegt een meerderheid van conducteurs en machinisten na spoedoverleg vanavond. Het NS-personeel wil meer conducteurs op de treinen dan de beloofde 250. Al eerder op de dag lieten boze Amsterdamse treinconducteurs weten het akkoord dat dinsdag tussen bonden en directie gesloten is, niet te zullen accepteren. Vanavond sloot het personeel uit andere regio's zich daarbij aan. De bonden moeten nu terug naar de onderhandelingstafel met de volgende eisen. Nog meer conducteurs, een betere ondersteuning en uitbreiding van de spoorwegpolitie, portofoons voor iedere conducteur en geen walboordtarief. Dat betekent niet altijd een duurder kaartje in de trein. En wat nu als de directie zegt van nee, dit was ons eindbod, meer hebben we niet te bieden? Dan zullen wij de directie een ultimatum stellen. En komt er dan nog geen overleg of komt er geen resultaat, dan zullen er acties volgen. Inmiddels heeft de directie gezegd dat het eindbod van afgelopen dinsdag echt een eindbod is. En als de bonden met de spoorwegen willen praten, dan zal dat pas na Pinksteren gebeuren. Een bijdrage was dat van Annemarie de Jong. De positie van burgemeester Paats van Alphen aan de Rijn wankelt steeds meer. De burgemeester bekende gisteren dat de gemeente Alphen ook zelf grote hoeveelheden chemisch afval in de coupépolder heeft gedumpt. Leden van de gemeenteraad twijfelen nu sterk of deze burgemeester nog is te handhaven. Een bijdrage van Herman van Gelderen. Precies op het moment dat een commissie een onderzoek start naar de rol van de gemeente Alphen bij de illegale dumpingen, geeft burgemeester Paats toe daarvan af te weten. Begin jaren 80 hebben gemeente en provincie tientallen gifvaten in de coupépolder gestort in strijd met wettelijke regels. Volgens de burgemeester was het toen geen betere oplossing. Door de dumpingen is de bodem van de polder, tegenwoordig een golfterrein, zwaar verontreinigd. De hoofdverantwoordelijke hiervoor is de directeur van het transportbedrijf Kemp, die momenteel een gevangenisstraf uitzit. Maar nu ook de gemeente zelf een vervuiler blijkt te zijn, komt de positie van de burgemeester ter discussie. Als blijkt inderdaad dat er sprake is van grove misleiding, dan denk ik dat het een slechte zaak zou zijn als betrokkenen als in dit ambt blijft functioneren. Als het helemaal onomstotelijk waar zou zijn, dan denk ik dat de burgemeester zoiets anders zal zijn om zelf de consequentie te trekken. De onderzoekscommissie wordt geleid door het oud D66-Kamerlid Engwirda. Ook hij erkent dat door de publicaties de rol van de gemeente en provincie meer in het geding is. Heel toevallig is op de dag voordat wij vandaag onze vergadering hebben, is er zoveel naar buiten gekomen dat ik denk dat dit onderzoek zeer gewenst, zo niet noodzakelijk is. Inmiddels heeft ook de Tweede Kamer vragen gesteld over het gemeentelijk en provinciaal beleid in zaken de coupépolder. Volgens Nelson Mandela kan het geweld in Zuid-Afrika zich wel eens uitbreiden tot de blanke bevolking. De ANC-leider zei dat op een massabijeenkomst waar de slachtoffers van gevechten van zondag werden herdacht. Volgens Mandela zal dat gebeuren als de regering het geweld in de zwarte woonorde geen halt toeroept. Vandaag treft het de zwarte, morgen zal het in de blanke gebieden gebeuren, zei Mandela letterlijk. De afgelopen nacht kwamen opnieuw 9 mensen om bij gevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. Het totaal aantal doden sinds zondag komt daarmee op 49. Het ANC eist dat de regering het dragen van traditionele wapens verbiedt. President de Klerk heeft dat slechts gedeeltelijk gedaan. Zolang hij niet aan alle ANC-eisen tegemoet komt, weigert de anti-apartheidsorganisatie mee te doen aan de vredesconferentie. Die staat gepland voor volgende week vrijdag. De Klerk liet vandaag weten dat de conferentie in ieder geval doorgaat. Een regeringswoordvoerder beschuldigde het ANC van gebrek aan medewerking. Volgens hem kan op de conferentie namelijk een oplossing worden gevonden voor de problemen. In het Britse plaatsje Monmouth in Wales zijn vandaag tussentijdse verkiezingen gehouden. Het zijn de laatste verkiezingen voor het zomerreces van het Britse parlement en dus voorlopig de laatste kans voor de conservatieve regering om een idee te krijgen hoe ze ervoor staat. De uitslag wordt vannacht bekend. Het kiesdistrict Monmouth was altijd het op één na veiligste kiesdistrict van de conservatieven in Wales. Maar uit opiniepeilingen die deze week zijn gepubliceerd blijkt dat Labour, de partij van de socialisten, met zo'n 10% op de conservatieven voor ligt. En ook dat de conservatieven stemmen verliezen aan een kleinere partij, die van de liberaal-democraten. Always been conservative, always. But there's been very little done in the town recently, so
thought we'd have a change. Het is opnieuw de slechte economie die de conservatieve parten speelt. Ook in dit kiesdistrict, dat een tamelijk groot agrarisch gebied beslaat, net over de Engelse grens, is de recessie nu te merken. Dat heeft vooral de talrijke boeren hier, die van huis uit conservatief stemmen, aan het denken gezet. I voted conservative for years, but I'm going to change and I'm going to vote liberal. Could you explain why? Well, I think that the conservatives are too powerful and need somebody else in the middle to give a bit of a balance. De uitslag van vandaag wordt door de conservatieven als graadmeter gebruikt. De regering moet namelijk gaan beslissen wanneer de grote landelijke verkiezingen worden gehouden. En dat moet uiterlijk binnen een jaar. De conservatieven zullen die landelijke verkiezingen ongetwijfeld nog zo lang als mogelijk is uitstellen als Labour vandaag in Monmouth wint. Labour rekent op die overwinning. I think the Liberal Democrats are going to drain away. Many of them are coming over to us. Mochten de conservatieven onverhoopt toch winnen in dit kiesdistrict in Wales, dan zal de regering in Londen er waarschijnlijk geen gras meer over laten groeien en toeslaan. De algemene verkiezingen zijn dan volgende maand al te verwachten. De Amerikaanse president Bush wil dat Jordanië zich aansluit bij het idee van een regionale vredesconferentie in het Midden-Oosten. Bush heeft dat telefonisch aan koning Hussein meegedeeld, maar die heeft het idee blijkbaar verworpen. Het was het eerste telefonisch contact tussen Bush en koning Hussein sinds het begin van de Golfoorlog. De Amerikanen ergerden zich aan de pro-Iraakse houding die Jordanië tijdens die oorlog aannam en vermeden daarom alle contact. Maar nu is het tijd om daar weer mee te beginnen. Niet omdat alles vergeten en vergeven is, maar omdat, zoals de woordvoerder van het Witte Huis zei, er geen vrede in het Midden-Oosten mogelijk is zonder deelname van Jordanië. Het is overigens de vraag of koning Hussein de vrede in het Midden-Oosten een stap dichterbij brengt. Minister van Buitenlandse Zaken Baker heeft de afgelopen maanden meer dan genoeg tijd gehad om zijn talent en reputatie als diplomaat in de praktijk te brengen. Maar de landen die samen het Midden-Oosten vormen, lijken ook hem te machtig te zijn. Baker keerde vandaag uit Israël terug naar huis. Zijn vierde missie naar het Midden-Oosten bracht geen doorbraak naar de vrede. Belangrijke punten uit het nieuws van vandaag. Het leasen van een fiets, goedkope treinabonnementen en een geautomatiseerd carpoolsysteem, dat is in essentie het kilometerreductieplan van de ANWB. Doel daarvan is het autogebruik in het woon-werkverkeer van ANWB-werknemers terug te brengen. Nu rijden ze jaarlijks 6 miljoen kilometer, bij doorvoering van het plan wordt dat 1,5 miljoen kilometer. De machtigste man in de Duitse financiële wereld, Karl Otto Peul, de president van de Duitse Centrale Bank, zal voortijdig aftreden. Zoals hij zelf zegt, om persoonlijke redenen. Maar het is geen geheim dat Peul diepgaand van mening verschilt over het economisch beleid, zoals dat in het kader van de Duitse Vereniging gevoerd wordt. PvdA-voorman Kok vindt het niet zinvol dat Oost-Europese landen lid worden van de NAVO. Volgens hem moet de EG belangrijker worden op het gebied van de Europese veiligheid. Kok zei dit op een congres van sociaaldemocraten in Bonn. Zijn uitspraken staan haaks op de mening van minister Van den Broek, die juist een sterke rol van de NAVO voorstaat. Het financiële nieuws. De prijsstijging in Nederland blijft stabiel. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie kwam in april uit op 2,6% op jaarbasis en dat is niet hoger dan in de maanden daarvoor. En dan de beurzen. Hoewel het een rustige dag was op Wall Street, hebben de koersen het verlies van de afgelopen dagen weer enigszins goed gemaakt. De Dow Jones-index steeg 29 punten en eindigde op 2894 punten. Ook de dollar vertoonde een stijgende lijn. In New York noteerde de munt precies 1 gulden 91, een winst van ruim een cent. De CBS-koersindex algemeen van de koers in Amsterdam steeg 0,2 punt en eindigde op 197,15 punt. Dit was het late RTL4 nieuws van vandaag. Morgenochtend zijn we er weer om 6:55 in het ontbijtprogramma. Voor nu een goede nacht en tot morgen.